Het is een heugelijke dag. Hè? We sluiten de twee, ik denk, prachtige weken op deze manier met elkaar mogen afsluiten. Dat ik iedereen zijn specialiteit laat zien of dingen die hij net de laatste twee weken tot zeven uur toegevoegd heeft. Dat is mooi om het zo met elkaar af te sluiten. Dit was mijn vierde kamp. Ik heb verschillende kampcoördinatoren versleten. Twee voeten, vier personen. Oké, allemaal één vinger. Eén vinger en dan? Vier personen. Ik heb twee vingers. Ja, maar dit zijn meer dan. Nee, niet vuur uit, niet vuur uit. Piet. Ja, we hebben jullie hulp nodig. Jullie gaan de beat maken. Ja, en de beat gaat zo. Oké, want we moeten wel alle tegelijk. Dus kijk het wel op. Oké, op 3. 1, 2. Oké, als we een break zeggen, dan stoppen jullie allemaal, oké? Ja. Op 1. Rap. Nu zitten we allemaal volgepopt met
21 plus is een shout. Shout. En daarmee is deze rap out. Over de plank.
ik zo. Wat zit je nou te doen? Ja, ik zou het doen. Ja, dat is het. Ja. Dit is heel goed. Het plankje. Nou, het plankje. Ja. Het plankje. Het is een vrouw wat te lang. Dat moet ik ook. Min of meer de hoogte.
punten uit het kamp die in een soort van chronologische volgorde zullen worden afgewerkt. Te beginnen met foto 1, de kennismakingsdag. Ja, misschien kunnen jullie het nog herinneren. Op een mooie Pinksterdag zaten wij elkaar allemaal aan te kijken in een klaslokaal met een blik van... Moeten we daarmee op vakantie? Foto 2, de inlooptocht. Selfie! Onderboven zijn we inderdaad met elkaar op vakantie gegaan. En traditiegetrouw begonnen wij natuurlijk met de inlooptocht met als hoogtepunt selfies met een geit. Foto 3. Het kamp maakt kennis met Piet. Ja, we maken kennis met Piet. En Piet wist van alles over het gebied. Piet wist de dikjes en de dakjes. En de ins en outs. En de voors en tegens. En de kolletjes en de piekjes. De kammetjes, de zadeltjes, de ruggetjes, de kletsjes, de kletsstijtjes, de wandelingen, de kletsentochten. En weet ik het allemaal niet meer. Foto 4. Karin op huttentocht. Nou, nadat wij ons los hadden geweekt van Piet, gingen we met elkaar op huttentocht. En jullie weten allemaal hoe dat gaat. Op huttentocht leer je elkaar erg goed kennen. Maar dat Karin zo bijzonder zou snurken, dat hadden wij toch niet verwacht. Foto 5. Karel op huttentocht. Foto 6. Een nachtelijke frustraties. Hoe ze het gedaan hebben, weet niemand. Maar op de een of andere manier zijn Sanne, Rick, Daan en Suzanne en Anja erin geslaagd, misschien met een soort van omkooppraktijk met een ontbijt of zo, om Tim uit zijn tent te werken. En hebben zelf die tent betrokken. En zoals dat gaat met jongeren in een tent, dat leidt nog wel eens tot frustraties. Ja, mensen. Want nou moet mij toch iets van het hart. Wij zijn hier met elkaar in de bergen. En dan is het om 1:30 op de kol. En we gaan om 6:00 weg. En we hebben een kwartier pauze. En dan gaan we iets cultureels doen. En dan kunnen er nog vestjes gehaald worden. En dan mogen er mensen naar de wc. Dus, mijn advies is, ga je nou ooit nog eens naar een theatervoorstelling, behandel hem alsof het een gletsjertocht is. Scène 8. De klimdag. Ja, toen kwam de klimdag. Een dag vol met momenten van plezier. Maar voor sommigen zaten er ook leermomenten tussen. Bijvoorbeeld voor Luc, die erachter kwam dat naar boven soms wel eens makkelijker is dan naar beneden. Ga dan toch hangen! Rustig! Foto 9. De klimdag deel 2. Een ander leerpunt was er voor Toon. Toon! Foei! Foto 10. Toon en het suikermirakel.
Suikermirakel. Koen en het Suikermirakel is een proces dat zich in vier fases afspeelt. We kijken eerst naar fase 1, aan het begin van de tocht. La 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 la. Fase 2, Koen na het begin van de tocht. Je mag een zeer stomme wandeling. Fase 3, Koen tijdens de pauze. En fase 4, Koen na de pauze. Hallo en schattigheid tijdens het weerwolven. Schattigheid. Ja, mensen. Dit is een beeld dat wij niemand zouden willen besparen. Ik weet niet of iedereen het weerwolfspel kent. In het weerwolfspel zijn er hele momenten dat iedereen zijn ogen dicht heeft. En ja, er zitten dan toch stukjes in waarvan wij jullie de beelden van Daan en Sanne en Rick en Susanna niet wilden bespreken. Foto 12! Voetballen met de Fransozen. Ja, er is erg veel gevoetbald tegen de Fransozen. En daar zouden we van alles over kunnen vertellen. Maar dat doen we niet. Wij beperken ons tot het nuchtere feit dat het gewoon een slachting was. Foto 13. Voetballen met Lars. Behalve de technische superioriteit van de Fransen was er nog iets waar je tijdens het voetballen niet omheen kon. En dat was Lars. Lars is ongeveer verantwoordelijk geweest voor een slordige 300 struikelacties. En is minimaal 80.000 keer gered. Foto 14. Karin op Huttentocht, deel 2. Ja, wij hebben nog een poging gedaan om op Huttentocht te gaan. En die is een beetje in het water gevallen. Dat was jammer, maar toch waren wij heel blij dat we mee waren. Want de interactie tussen Karin en huttenbaas Pierre hadden wij niet willen missen. Baguette! Ici! Merci! Ah, tout à l'heure! De avond. Ja, beste mensen, met foto 15 zijn we aan het einde gekomen van ons fotoreportage en deze bonte avond. En zijn we één grote blije familie. Oh.